Prepare your speech recognition software. Vertrekken naar u en bestudeert het programma de kwaliteit van de audio. En die stemming heeft dus zo net plaatsgevonden, net voor wij op antenne gingen, zoals dat dan heet. Listen attentively to the speakers. Wat is daarvan het resultaat? Start re-speaking. Wat is daarvan het resultaat? Vraagteken. Nou, Boris Johnson heeft inderdaad gewonnen deze stemming, maar de verkiezingen van vroeg komen er niet, want hij had 2/3 nodig van het Lagerhuis. Edit, complete and broadcast subtitles while listening to the next segment. Hij zal zeggen dat hij het morgen nog een keer gaat proberen en dan kan hij een andere wet uit de kast trekken en dan zou kunnen dat met behulp. Continue re-speaking during this process. Toch nog gaat lukken om een paar weken voor de kerst vervoerde verkiezingen te hebben in het land. Waarom zouden anti-Brexiteers ook verkiezingen willen leren? Keep the delay between the broadcast of your subtitles and the spoken word as small as possible. Die willen het liefst een tweede referendum, maar daar is geen meerderheid voor in het Lagerhuis. Die is er nooit geweest en die is er ook niet. En volgens de Lib Dems gaat hij er voorlopig ook niet komen. Dus zij denken dat het beste alternatief... Repeat this process. De kiezers willen dat er iets gebeurt, het liefst dat het komt van Brexit, maar de Kamer zit nog steeds vast. En dat vandaar dat heel veel mensen zeggen, liever niet... The software saves the timecodes generated during the broadcast. These timecodes can be used in the event of a rebroadcast. Zeker als de conservatieven, volgens de peilingen in ieder geval, terugkomen met een meerderheid. Spannend allemaal. Nog één zaak, Lia. In principe begint straks de nieuwe Europese Commissie. Gaat die aan de slag? Met dat uitstel moet er dan eigenlijk ook een UK-commissioner aangesteld worden. Zal dat gebeuren? Is daar reactie op gekomen vanuit Londen? Zal dat gebeuren? Vraagteken. Nou, tijdens het weekend zei Boris Johnson dat hij daar niet aan dacht dat hij weigerde om dat te doen. Er was geen sprake van dat Londen, verkerend in de positie waar Londen ze in verkeert, een commissaris zou benoemen. Maar zoals je eerder al zei, Boris Johnson verandert wel vaker van mening. Johnson, dus mijn gevoel is dat hier het laatste woord er niet over gezegd is. Mia van Beekhoven, dankjewel voor je verslag. Voor je verslag, Thomas.